Zo? Oh, ik ga zo met mijn liefde in een keer pezen. Mag ik eerst eens de vraag horen? Nee. Ik ben Claudia de Moor en ik ben 58 jaar. Milijn de Kaluwe, 70 jaar. Ik ben Mirjam Hoebeke, ik ben 70 jaar. Ik ben Aranka Leert en ik ben 47 jaar. Ik noem Marietta Raschaert. Ik ben van 40. Dus... Even stellen. Ik ben Etel en ik ben 24 jaar. Ik ben Isabel en ik ben 48 jaar. Ik ben Manu Rombout en ik ben 15 jaar. Wanneer voel jij u naakt? Als ik in een situatie kom waar ik mij moeilijk kan terugtrekken of ik moet situaties waar ik niet de macht over heb. Als ik geen kleren aan heb, of als ik in mijn BH sta, of als ik ga zwemmen in mijn bikini. Op het strand bijvoorbeeld, doe ik wel mijn bikini aan, voel mooi te bruinen. Maar dan voel ik mij soms toch wel naakt. En goh, ik weet niet of dat echt naakt is, maar het is misschien omdat ik al mijn leeftijd en dan nog in bikini, het is niet meer het strakke lichaam. Misschien eerder daardoor. Als alles uit is. Wanneer ik echt naakt ben bij iemand dat ik niet op mijn gemak ben en dat ik geconfronteerd word met de dingen die aan het zakken zijn door mijn 48-jarige leeftijd. Heeft de blik van anderen daar een invloed op? Ja, nee. Bijvoorbeeld? Als iemand sowieso je scheef aankijkt of zo. Je kunt maar naar één iemand kijken en één iemand in het oog houden en de rest kijkt en je weet niet hoe dat ze kijken of wat ze denken of zo. Nee. Nee? Nee. Dus dat boven. Vooral het niet kijken. Het wel kijken, dat is... ik vind in onze cultuur en op mijn leeftijd voel ik mij niet meer geïntimideerd door de blik van bijvoorbeeld een man. Ik denk dat dat op jongere leeftijd wel zo kan zijn. Maar eigenlijk zit ik op een leeftijd dat je bijna roept naar de bouwvakkers. Wordt er niet meer gefloten misschien? Zoiets, hè? Voelt jij u of zou jij je ongemakkelijk voelen moest er iemand anders in je omgeving naakt zijn? Nee, eigenlijk niet. Allee, het is te zien wie bij mijn vriendinnen totaal niet. Ik heb het daar niet zo moeilijk mee, maar bijvoorbeeld sommige vriendinnen van mij hebben dat er wel moeilijk mee. Maar ik bijvoorbeeld niet. Ik denk dat dat normaal is dat we een keer een blik werpen op iemand anders zijn lichaam. Maar oncomfortabel eigenlijk niet. Oh, dat is te zien in welke situatie. Als die provocerend is, ga ik mij daar lastig in voelen. Heb jij ooit borstvoeding gegeven in het openbaar? Ja. In het openbaar, nee. Nee? Dat was zo niet aan de orde. Nu is dat een andere mentaliteit. Je ziet meer vrouwen die borstvoeding in het openbaar geven. Ik heb daar geen probleem mee, want ik doe dat ook. Maar ik weet wel dat er daar andere mensen wel rap een probleem mee hebben. Dus dan probeer ik het altijd zo een beetje, niet echt in het geniep te doen, maar gewoon niet mega bloot of zo. Allee. Als je het een beetje discreter kunt doen, dan ga ik dat wel proberen doen. Omdat ik altijd denk, ik ga hier een beetje commentaar krijgen of zo. Ik zou het wel, ik ga mij wel draaien bijvoorbeeld. Mm. Als ik weet dat mensen zich daar misschien een beetje ongemakkelijk bij zouden voelen, dan ga ik dat niet zoeken. En ik ben ook niet zo iemand die op café, van die moeders die dat recht dan gaan opeisen, van ik ga hier in het openbaar. En als ze dan komen op uw schouder tikken, mevrouw, kun je even apart zetten, die zijn dan verontwaardigd. Ik vind dat niet nodig. Ik vind, je moet mensen niet in een ongemakkelijke situatie brengen. Ik heb het al een keer gehad dat er echt iemand commentaar had opgegeven en ik was daar dan wel slecht van nadien. Ja, alsof ik iets slecht had gedaan of zo. Zou jij naakt naar de sauna gaan? Nee. Enerzijds ligt me dat niet, omdat ik dat zelfvertrouwen weer. Hè? En anderzijds heb ik ook zo'n beetje smetvrees. Ja, ik doe dat altijd. Ja. Ik kan me niet zo tonen en exposeren, zo van kijk, ik ben hier... Nee, dat zou ik niet doen. Als het letterlijk alleen maar vrouwen naakt zijn, zou ik daar veel meer comfortabel zijn dan als ik weet dat daar veel mannen rondlopen. Want, ik weet dat niet. Dat is zo... Ik heb zelf het lichaam als hun, dus dat maakt eigenlijk vrij weinig uit.
zeer hard. Ik gaf les aan jonge meisjes en ik heb die angst gezien. Heel erg zelfs. En ik heb ook gezien dat de kinderen bang waren. En die meisjes waren soms echt in paniek als er een leraar of een broeder gewoon zei, allee meisje, doe ik ervoor. Dat was al voldoende om... Ik was een van de weinige vrouwen die daar les gaf. En die kwamen ze naar mij om te zeggen, juffrouw heeft mij aangeraakt. Zo echt waar. Kinderen hadden schrik hoor, heel veel schrik. Inderdaad, zo dingen al zijn gebeurd, like Marc Dutroux en al. En dan lijkt dat nu alsof dat wij meisjes of vrouwen daar het probleem toe waren. Alsof dat wij, als wij een topje dragen of zo, of je loopt met je buik bloot, of wat dat is, of dat je dat uitlokt of zo. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk niet zo heel vaak naar het nieuws. Waarom? Omdat het nogal allemaal heftig is. En ik beleef het een beetje van op afstand. Ik hoor het wel vertellen. En ik moet eerlijk zijn, ik schaar mij daar ook een beetje vooraf dan. Maar natuurlijk, als je zelf kinderen hebt, en ja, dan ga je er wel een keer over nadenken. Maar ik laat het niet echt ingrijpen op mezelf. Is er een duidelijk verschil tussen hoe jij vroeger hiermee omging met naaktheid en nu? Ah ja, toch wel. Ik ging dus naar een katholieke lagere school. En we moesten dus sokken aan hebben tot onder onze knie. We moesten onze knie bedekken. Dat was het wel. Dus dat was wel streng, ja. Ja. Goh, ik denk dat dat, ja, dat gaan verschillen zijn. En in die mate, denk ik, als je jonger bent, voelt je vaker comfortabeler en comfortabeler over je lichaam. Dan nu, hè, met ouder worden, krijg je al wat kwaaltjes en dan voel je al minder op je gemak. En ik denk dat dat vooral is. Het verschil wel. Hmm. Dat je een andere lichaamsbouw, vorm krijgt. Allee, bij mij toch, dat gaat misschien niet bij iedere vrouw zijn, bij mij was dat wel het geval. Meisjes van jullie leeftijd, jullie zijn perfect. Iedereen. Jullie zijn ongelooflijk schoon, allemaal. En dan denk ik soms, hoe is dat nu mogelijk? Dat zijn degenen die het net meeste complexen hebben. En jullie zijn zo schoon, zo schoon. En moest ik met het brein in mijn kop nu dat lijf hebben. Ik ga mij ongelooflijk mooi kleden. Dat is prachtig. Hoe dat ik nu naaktheid ervaar, op mijn leeftijd nu, dan heb ik het gevoel dat ik nu beter met naaktheid kan omgaan of een kind die in zijn puberteit zit. Want een kind in zijn puberteit moet leren aanvaren de veranderingen van zijn lichaam. En dat is zo van, oei, oeps, dat komt er hierbij en dat komt er hierbij. En het kind zelf moet dat leren aanvaren. Dus uiteindelijk denk ik dat een puber meer gêne of een beetje schaamte voelt ten opzichte van iemand die al een beetje ouder is. En denk je nou dat de maatschappij preutser is geworden tegenover vroeger? Nee, dat vind ik niet. Want als ik soms meisjes zie hoe ze naar school gaan, hé, met gaten en dit en dat, dat was ondenkbaar in onze tijd. Hè. Dus dat zou absoluut niet, nee, ook zou het afgewezen geweest zijn. Hè. Ja, zeker. Zeker. Hoe? Gewoon, ik ging vroeger met mijn mama naar het strand en iedereen zat daar monokje niet, dat was normaal. Nu mag dat niet meer. Bijvoorbeeld als je gewoon de... Oké, je kan dat gaan catalogeren onder regels en regels. Hè. Een school heeft regels, maar als ik dan hoor wat dat de regels zijn, en vooral gericht op meisjes, dan denk ik, jullie bevestigen het nog eens. Waarom mogen jullie niet met een blote buik lopen, jongens? Waarom zou dat niet mogen? Schouders mag dat ook niet. Bijvoorbeeld dat mag misschien ook niet. Hmm. Ik vind dat jammer. Heel jammer. Maar dat was wel bij ons ook al. Hè. Die rok moest hier ook zijn. Maar waarom in godsnaam? Waarom? Ja, ik vind dat zeer spijtig. Goh, preutser. Bepaalde, op bepaalde manieren misschien wel. Ik denk dat er ook al veel gebeurd is afgelopen jaar. Omdat iedereen wel voorzichtiger is. Maar ik denk dat er ook nog wel een groep is die niet zo preuts is. Hè, die toch wel nog de kantjes eraf loopt. Maar ik denk het modale zo. Ja, dat toch wel... Ja, dat de modale mens daar toch wel, ja, bewuster mee omgaat. Nee, dat niet.
Nee, want nu kan er veel meer dan vroeger. Nu lopen ze alle dagen met een buik bloot. En dat vroeger niet bestond. Vroeger was er veel meer taboe rond naaktheid. Voel jij aan dat de sociale media wel een invloed heeft op hoe dat naaktheid wordt uitgedrukt en geviseerd? Ja, eigenlijk wel. Omdat zo, bijvoorbeeld mannentepels, daar wordt nooit van in storm gehaald. Vrouwentepels wel. Maar dan ook zo, je krijgt ook echt zo ideaalbeelden te zien. En dan denken vooral mannen direct, als je zo voor het een naakte vrouw ergens ziet of zo op het internet, dan gaan mannen sneller denken van, oh kijk, dat is echt perfecte lichaam. En dan gaat je daar ook veel onzekerder over voelen, omdat je jezelf daarmee vergelijkt. Terwijl het waarschijnlijk super gefotoshopt is. Dus. Ze maken nu reclame over die filters. Ik vind dat schandalig. Want ja, om duur durf je u niet meer tonen wie dat er werkelijk zit. Want iedereen toont zich van zijn beste kant. En je komt buiten en ik vind dat heel, heel erg. Gemaakt van jezelf. Je wilt dat eigenlijk niet, maar je denkt dat dat de standaard is. Dus je maakt je eigen automatisch tot een seksueel object. Mm. Omdat je denkt dat dat hoort. Maar ik vraag mij af hoeveel dan zich daar werkelijk goed bij voelen. Ik heb een indruk dat naaktheid nu toch meer gecensureerd ook wordt. In de reclames en dergelijke. Als je zo naar films kijkt, zie je oudere films dat er veel meer naaktheid soms te zien was. Of op een andere manier dan nu. Nu ga je het ook zien, maar gaan ze het toch op een andere manier brengen vaak. Dus er wordt naar mijn gevoel meer over nagedacht. En ik denk dat de jongeren dat ja, op die manier ook wel meekrijgen. Om het toch op een, ja, hoe moet ik het zeggen, een beschaafdere manier of zo. Of een meer doordachte manier mee omgaan. Ik denk dat, dat jullie generatie meer preuts is en meer schrik heeft om zich bloot te tonen, niet bloot te geven, maar bloot te tonen, omdat elke stap die je maar zet, kan gefilmd worden en kan op YouTube komen en wat weet ik allemaal, op al die dingen. En dat is erg. Ja, ik zou me daar nooit zo leggen. Het is van een schilderij waarschijnlijk. L'origine du monde. Oh, het is nogal provocerend, vind ik. Ja, ik vind het niet zo mooi gedaan. Oei. Oei, ja. Ja, veel schaamhaar. Oei, ja. Ik vind het niet om op een schilderij te staan. Ja. Allee, bedoel, ik heb er geen moeite mee als het... Maar ik zou dat niet in mijn living hangen. Ik vind wel dat kinderen of zo dat mogen zien. Dat vind ik wel. Ja, dat is de natuur toch, ja. Dan komen we terug op onze vraag. Ja. Vind je naaktheid een eigen gecreëerd taboe? Dat is een moeilijke vraag. Ik vind dat geen taboe, want ja, iedereen is eigenlijk naakt. We zijn zo geboren. Maar ik vind dat de mens zelf daar een taboe van maakt. En dat is spijtig, vind ik, want ik vind dat we onszelf allemaal moeten accepteren hoe dat we zijn, want we kunnen niks doen aan ons lichaam, we zijn zo geboren. Dus ik denk dat daar een taboe van wordt gemaakt. Want ja, naaktheid is geen taboe, dat is gewoon de mens zelf. Nee, dat vind ik niet. Dat moet geen taboe zijn. Naakt kan zeer schoon zijn, kijk in de kunst. Naakt schilderijen, dan beeldenwerken, naakt. Dus ja, dat kan helemaal naakt, kan heel mooi zijn. Hè. Maar op een zekere leeftijd is dat niet meer zo mooi, natuurlijk. Ah ja, hè, want vroeger liep iedereen. Allee, we zijn naakt geboren, één. Hè, en Adam en Eva hadden ook alleen maar een vijgenblad. Hè, dus die hadden ook nog geen kleren. Dus doorheen de maatschappij is dat inderdaad naaktheid een taboe geworden. Goh, en ik denk ook, ja... Ook door het feit wat er allemaal ja, met de mensheid al gebeurd is, dat ja, moesten wij nu nog naakt rondlopen. Met wat er allemaal gebeurd in de maatschappij, denk ik dat dat niet zou goed komen. Hè. Ja. Het is gecreëerd, maar het is ook wel ja, doordat de mensheid ook verandert en ook bepaalde dingen dan doet, denk ik, dat dat wel nodig is dat er een taboe
bestaat. Naaktheid een eigen gecreëerd taboe? Nee, dat is gekomen met de geschiedenis. Nee. Vroeger, we weten dat in bepaalde delen van de wereld vriezen ze zich in met vet van walvissen, waar dat ook koud was. En daar liepen ze naakt rond. In bepaalde stammen lopen ze ook naakt rond. Die vrouwen lopen met hun borsten bloot. Dat is niet zo. Dus dat komt door de geschiedenis heen, hebben wij ook door ons christendom en dergelijke, hebben we dat op onze nek gehaald. Ik denk van wel, maar dat is ook heel erg van situatie. Want ik heb bijvoorbeeld gisteren gedoucht met twee meisjes die ik nog maar een week ken. En dat is zo gevoeld zoals als dat comfortabel is. Maar als ik denk van, oh nee, dat is echt heel awkward. Dan ga ik mezelf ook de regels opleggen van, ja, niet doen, niet doen, niet doen. Maar in bijzijn van jongens vind ik dat wel altijd heel... Bijvoorbeeld vroeger durfde ik me ook op squats zo nooit slapen in mijn BH of zo. En dan had ik het fucking warm, maar dan was ik van ja, nee. En nu de laatste jaren durf ik dat wel al. En dan kijk ik soms wel van die opmerkingen, maar zo voor de grap, zo van die domme van blablabla. En je leert daarmee omgaan, maar vroeger zou je dat echt nooit hebben gedaan. Dus ik denk dat die regels wel gelijk veranderen. En dat je als individu daar met de jaren een ander beeld op krijgt of zo, maar dat je het wel altijd zelf gaat blijven opleggen. Een eigen gecreëerd taboe. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Omdat eigenlijk veel mensen die durven niet te zijn wie dat ze eigenlijk zijn. We worden allemaal naakt geboren. En er wordt zoveel van de maatschappij uit druk gelegd op het uiterlijke. Waardoor iedereen wil voldoen aan dat beeld van in de maatschappij. Het ideaalbeeld. Het ideaalbeeld. Daardoor gaat iedereen zijn eigen taboes creëren. Van oei, ik voldoe daar niet aan. Of dat is toch niet mooi bij mij. Daardoor gaat er bij ieder zich een taboe gecreëerd worden, denk ik. Ik denk dat wel. Dat ieder zijn eigen taboes creëert over naaktheid. Zeker, ja. Vind je naaktheid een eigen gecreëerd taboe? Als het niet provocerend is, vind ik dat een eigen gecreëerd taboe, ja. Ik vind naaktheid op zich mooi. De oude Grieken die gingen naakt gaan sporten. Ik vind het alleen erg dat de vrouwelijke naaktheid, dat was meer taboe dan de mannelijke naaktheid. Daar maakten ze niet veel van, maar de vrouwelijke naaktheid wordt altijd in verband gebracht met erotiek en met chockeren. Dat is niet nodig. Je moet ook geen... Ik vind dat zo prachtig als iemand die geen mooi lichaam is er niet mee in zit om in een bikini rond te lopen of met borsten bloot rond te lopen. Dat vind ik. Maar ja, ik heb er nooit zoveel last van gehad. Dat is misschien het verschil. En dat denk ik dat dat door die generatie is. Voilà. Dank je. Zijn we daar? Woehoe! 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 Woehoe!